Als je het kan vertellen, als je misschien gewoon wat kan laten zien. Ik neem aan dat je zo'n riedeltje hebt. Die ja, natuurlijk. Nou, Ice Cream Sandwich is vooral gebaseerd voor de TG3 chipset. Hè. Optimalisatie ging het vooral om de fijne randjes nog even afmaken voor Android. Yeah. Waar het op neerkomt zijn vooral het categoriseren van je apps. Op het moment dat jouw desktop hier gewoon te vol wordt, hè, je main wall, kun jij desktops je apps gaan sorteren. Top. En die gooi je allemaal in één map. Kan je ook mappen in mappen? Dat is een goede vraag. Ik kan het eens even testen. Nee, dat doet hij niet. Maar dit laat de gebruiker dus apps in één map gooien om dus alles wat geordend te laten lijken. Ja. Verder is het natuurlijk een stuk dynamischer geworden, het hoofdscherm. Ja, nieuwe widgets. Waar die gewoon ook vlekkeloos doorheen scrollt. Dit is het hoofdmenu. Wat hebben ze aan hier drie? En natuurlijk hebben we ook in de camera-app wat optimalisaties uitgevoerd. Als eerste kun je vanuit het hoofdmenu de camera-app gelijk bereiken. Normaal zou dit de knop staan om hem te unlocken. Yeah. Nu kun je ook naar links gaan. Dan kom je bij de camera-app uit. En in die camera-app heb je nu ook een panorama-functie. Dat is op zich wel een leuke functie om even te laten zien. Met deze knop hier begin je bij een bepaald punt. Dat kan naar rechts of uiterst links zijn. Op het moment dat je spuit, beweeg je langzaam naar links toe. Zal de functie ook zien dat jij foto's aan het maken bent. Ja, je gaat zo ver als je zelf wil. Wat gebeurt er als je nu afbreekt? Dan maakt je van dit deelte een halve panorama, zeg ja, maar. Maar dit rendert hij weer door naar een volledige panoramafoto. Dus dat gaat weer... Het is altijd hoeveel pixels breed? Heb je het een beetje toevallig uit je hoofd? Nee, de hoeveelheid pixels weet ik niet uit mijn hoofd. Op het internet maak je druk. Allemaal te vinden. Maar nog een stukje breder gaan. Hoeveel weet ik niet. Kan je het verschil in de task switchje nog even laten zien? Dit is dus nu het nieuwe multitasken. Je hebt niet zoveel open staan. Hebben jullie helemaal geen internet? Hier helaas niet. Nee, sorry. Ik zal even het renderen van pagina's willen zien namelijk. Ja. Heb je wel offline pagina's opgeslagen? Nee, ook niet. Nee. Ja, we hebben hier 10 tablets aan. En, dat is wat lastig. Nee, je hebt hier nog dat je niet op naaien hoor, door alle vragen die je niet weet. De nieuwe multitasker. Voorheen was het een kruis om met dingen te vrijden. Dus op het moment, nu kun je gewoon swipen. Leuk. App te sluiten. Zo. En natuurlijk kun je nu ook op onze tablet de battery-instellingen instellen. Dus op het moment hebben we super IPS geïmplementeerd. Uiteraard heeft onze tablet een IPS-paneel. Dat zorgt voor kleurgetrouwe kleuren. De zwartheid van de kleuren zijn ook echt zwart. Zwart is geen kleur. En we hebben een super IPS plus-functie geïmplementeerd die vooral in daglicht buiten een helderder effect geeft. Dat zie je ook gelijk als je hem aanzet. En bij de systeemsnelheid kun je dus op power saving normale functionaliteit zetten. Dit zorgt ervoor dat de CPU het soms overneemt van de TG3-processor, dat het natuurlijk een quad-core is. En dat vergt soms gewoon wat meer batterij. Uiteraard de dock van Asus, ook bekend van de Transformer 1. Die voor een vlekkeloze netbook-effect zorgt, waarbij we gewoon het productieve stukje... Noemen jullie dit een netbook? Nee, dat noemen we zeker geen netbook. Natuurlijk hebben we ook echte netbooks. Netbooks is eigenlijk van Microsoft geweest. Hè. Microsoft heeft gezegd, we maken Windows compatible voor de netbook. Dat dopen we om tot een netbook, 10,1 inch, met Intel samen. Dus zeker is het geen netbook, maar je kan het wel vergelijken. Ja, ik heb natuurlijk het groot voordeel. Zonder van die sticker. In Amerika ja. In ieder geval een vrij bekende. Voor een beetje marketing. Een look toe en een beetje aceton erbij. Ja, inderdaad. Nee, dus hij gaat morgen verschijnen, 7 januari, officieel uit. Vandaag te bestellen. Vandaag te bestellen, inderdaad. Bij onze premium partners zal die beschikbaar zijn.